Door heel Indonesië en eindelijk zijn wij nu hier op Bali. Ja, Bali, jouw eiland, hè? Hier heeft je niet gestaan, je bent hier geboren. Ja. Hier heb je je grootste deel van je jeugd doorgebracht. Meer dan de helft, zeg maar, ja. Dus hoe voel je je nu? Thuis, thuis. Voel me echt als vis in het water, heerlijk. Eindelijk weer thuis, ja. We staan hier in Denpasar, trouwens, de hoofdstad van Bali. Denpasar. Het is een drukke stad geworden, vergeleken met vroeger. Gewoon alles wat je om je heen ziet, allemaal typisch Bali. Houtsnijwerk en dat soort dingen allemaal. Tempels. Ja? Het is wel een heel mooi eiland, Bali. Hoe groot is het eigenlijk? Hoe groot is het eigenlijk? Ik kan best vergelijken met provincie Utrecht. Zo groot of zo klein, hoe je het wil zien. Even kijken verder. Ja? Kom maar. Zal je laten zien. Is het hier? Ja, ja. Er hangt hier een hele aparte sfeer. Je kunt het zeker niet vergelijken met de Borobudur. Nee. Borobudur is eigenlijk boeddhistisch. En hier op Bali, het geloof van de mensen, is hindoeïsme. En Bali wordt ook genoemd als paradijs op aarde. Paradijs op aarde. Of het eiland der goden. Mooi. Ja. Daarom zoveel tempels. Ja. He, de ene tempel zie je hier naast de andere tempel. En elke dag is altijd of een grote tempelfeest of een andere ceremonies. En wat houdt dat in? Dat er heel veel geofferd wordt. Ja. Maar voordat we naar beneden en naar binnen gaan, even een slendang even om laten doen. Van de Manku, de priester. Waar is dit nou voor? Adat, ja. Traditie. Anders mag je niet naar binnen. Het is het mooiste nog als je de complete sarong en kabaya draagt. Dan mag je ook gelijk bidden. En dit is de priester? Ja, dat is de Bakmanku. Terima kasih. Ja, gewoon die kant. We hebben deze ingang van de tempel. Van de priester. Kijk, zelfs die beelden die dragen hier een sarong. Sarong, ja. Ongelooflijk dat de mensen hier zo gelovig zijn. Ja. Er wordt hier de hele dag gebeden. De hele dag gebeden en kleine of grote ceremonies werden ook hier gehouden. Dan kan je nagaan over de hele wereld
buiten India, alleen maar op Bali, dus waar de hindoeïsten nog hindoeïstisch zijn eigenlijk. Ze zijn enige op de wereld. En dat hindoeïsme, dat heeft te maken met offeren. Dus heel veel, ja. Bali is het enige eiland waar heel veel geofferd wordt. Ja, waar geofferd wordt. Ja. En wat wordt er dan zoal geofferd? Fruit, soms wat dranken, koffie, sigaretten, geld. En echt waar? Eten ook natuurlijk. Eten is sowieso belangrijk voor iedereen. Ja, maar dat merk je in heel Indonesië. Ja, maar op Bali is het extra belangrijk. Want elke ochtend als ze gekookt hebben, de huisvrouwen zeg maar, voordat ze zelf dus gaan eten, gaan ze eerst offeren. Dan brengen ze de offertjes overal naartoe, naar de keuken, op de kruising, weet je, dat van het verkeer. Waterput, voor het huis, binnen dus, huis, overal wordt geofferd. Er wordt overal geofferd, dus ja. Niet alleen bij niet een alleen tempel. Niet alleen in de tempel, nee. Gaan we even verder kijken. Dan ja. Kijk. De zoetigheid die in Indonesische keuken wordt gebruikt, komt van gula. Gula aren of gula jawa. Gula aren wordt gewonnen uit de suikerpalm of de arenpalm. En hier heb ik een stukje gula jawa. En die wordt gewonnen uit de palm of de kokospalm, kokosboom die wij gewoon kennen. De smaak is niet te vergelijken met de rietsuiker of andere suiker. Want die is puur en heel erg zoet. En omdat de gula jawa dus meestal in blokvorm te verkrijgen is, het beste is om te schaven of te raspen of te laten smelten voor u het gaat gebruiken. Lieve mensen, een aantal weken geleden stond ik naast een prachtige Javaanse prinses, maar vandaag sta ik naast een ook hele mooie Balinese meisje. Dankjewel. Hoe heet jij eigenlijk? Wat was het ook alweer? Oh ja. Niwayam Sandri. Sandri, dan moet je wel de oudste kind van je ouders zijn. Ja, ik ben de oudste, de eerste en de laatste. Oh, je bent enig kind? Ja. Inderdaad, Wayan is de eerste naam van kind, de tweede is Made, de derde is Nyoman en de vierde is Ketut. Ja. En de vijfde is weer Wayan. Goh, wat leuk dus, zeg. Welkom Wayan Sandri. Mooi hè? Echt. Vind je het mooi, mijn Balinese creatie? Oranje boven. Ja. En nog een keer, lieve mensen, ik ben heel trots dat als Balinese zijnde, dat wij dus hier
op een speciale plek mogen staan koken. Ja, dit is voor jou een heel speciaal gevoel om hier te staan. Zeker, dit is jouw geboorteplaats, je woont hier. Ja. En we staan hier nog wel bij een van de belangrijkste tempels van Bali. Het is ook zo, ja. Tanalot. Tanalot, de tempel van Tanalot. En natuurlijk gaan we vandaag een aantal Balinese gerechten maken. Er zijn er twee, hè? Ja. Sandra, weer voor mij even opnoemen wat wij vandaag gaan maken. Ja, dat zal ik doen. Wij gaan maken een kipgerecht. Pesiyap Missisit. Een groentegerecht, de Jukut Nanka. En dat eten we vandaag weer met witte rijst. Maar we kunnen ook vandaag eten met ketupat. Wat zegt u? Ketupat, het is een soort lontong. Ja. Een soort lontong, maar niet met bananenblad ingepakt, maar met palmbladeren. Oh. Ze gevlochten, weet je maar. Ja. Het is een soort zak. Ja. Het is ongeveer dezelfde smaak als lontong. Lontong, ja hoor. Ja. Ik heb echt zin om te beginnen. We gaan eerst even de gerechten voorstellen. Dit is van het groentegerecht. Beginnen we de nanka. Het hoofdbestanddeel van het gerecht, van het groentegerecht. Daar hebben we voor nodig een beetje zout. Kunchoes. Laos. Koenjiet, een beetje trassi, zwarte peper, witte peper, wat katoenbar, een paar stengels, seree, rode shallotjes, wat knoflook, rawit, rode pepers, wat santen van de kokos en een paar blaadjes dansalam. En voor het kipgerecht hebben we natuurlijk een kip, een hele kip. En de ingrediënten, de boemboe die wij nodig hebben, zijn dansalam, knoflook, shallotjes, koenjiet, ook kunchoer, laos, zout, mirinootjes, palmsuiker, rawit, sreestengels. En voor de saus daarna die wij moeten maken, ook hebben we nodig tomaten, trassi, limoentjes, goed sap, rawit, shallotjes, knoflook en wat grote peper. Als je zo ziet, denk je, nou, het is toch klaar. Het ziet er ook zo lekker uit. Ja, het ziet er heel lekker uit. Het is ook zo. Je hebt in principe al een gerecht. Dat is dus eigenlijk ayam panggang. Maar we gaan vandaag dus ayam Pesiyap Missisit maken. Dat is nog een stukje verder dan dit. Maar als je denkt van, nou, ik ben al moe, ik ben lui om, precies, heb je ook al een gerecht. Maar nogmaals, we gaan wat anders maken. Maar Missisit. Wat heb je nu al voorbereid? Ik heb voorbereid dus de kip met de kruiden. Heb ik dus in de oven gedaan. Dus als je op een rooster of een barbecue wil doen, dat kan ook. Maar ik heb al in de oven gedaan. En Missisit betekent eigenlijk uit elkaar halen. Dus in dit geval de kipvlees ga ik dus uit elkaar halen. Ik zal even zo doen. Ik heb dus je gaat kip grotere. Ja. Ik heb wat grotere pantje nodig. Dit is eigenlijk een baskom, noemen ze dat. Het is gewoon een Nederlands woord, baskom. Als ik die kip zou fileren, dan zou er weinig van overblijven. Dan zou die al opgegeten zijn voor het volgende recht. Blijf je maar er vanaf. Het ziet er zo lekker uit. Blijf je maar er vanaf. Nee, ik ga gewoon met mijn vingers zo. En zo kun je de botjes goed voelen. Ook, ja. En het is vrij bewerkelijk eigenlijk. Het is natuurlijk makkelijker als je gewoon met een mes gaat snijden. Ja. Maar dan heet het ook dus niet meer Missisit. Dan heet het gewoon potong. Dan ga je snijden. Zo. Hoe gaat het met jou daar? Heel goed. Met de oerakan? Bijna klaar. Je maakt wel lawaai daar. En hoe zit het met jou daar? Ja. Wat je aan het doen bent? Heel goed. Jouw bekken? Mijn vingers worden weer lekker. Oh, maar nee, over twee dagen is hij weer weg. Dus, en als je op je kleren komt, is ook niet erg, want die heeft dezelfde kleur. Zo. Ja, ik denk dat ik klaar ben. Hoor. Nee, je moet goed fijn jobhacken. Een beetje hard werken in de achterhoorde, hoor. Ja, ik moet nog de hele kip ook nog. Die nanka die we zo meteen gaan gebruiken. Ja? Jij had het over een jonge nanka. Ja. Waarom jonge nanka? Jonge nanka, gewoon onrijpe jackfruit. Ja? Want de rijpe jackfruit, wij ook kennen als nanka, veel mensen kennen als nanka, is gewoon een vrucht. Ja, het is ook nanka zoet. Is geen groente. Nee, ja, als jonge nanka gebruiken we als groente. Ja? Maar een rijpe nanka, dan is het gewoon een vrucht. Het is ook zoet. Dus ook, het is niet lekker om als groente te gebruiken. Goeie vraag van jou.
heel leuk, ja. En de Nanka kunnen we dus in Nederland krijgen. Helaas alleen maar in een... In blik. In blik. Ja. Maar ze smaken ook net zo goed als vers. Gewoon speciale gelegenheden, ja. Dat is niet zo winterig, zeggen ze. Is het hier altijd zo warm op Bali? Nou, over heel Indonesië is het nu gewoon een mooie, lekker warme weer. Hij is goed, hoor. Is die goed? Ja, doe jij maar eens. Ja, zo voor het laat is even de... Gelijk de zand dan even erin doen. Prima. Kom alles erin. Alles? Ja. Zo. Het ziet er heel goed uit nu. Ja, het ruikt ook heel lekker. Dat moet wel een beetje hard praten, hoor. Ik hoor je bijna niet door die prachtige golven hier. Branding hier. Ja, we staan hier weer op een hele mooie omgeving. Ja, we zitten altijd in een hele mooie omgeving. Dat is de tempel daar, daarachter. Ja. Het is nu app. Je kan zo naartoe lopen. Maar straks in de namiddag dan vloedt het weer. Dan moet je met een prauw of moet je je rok heel hoog optrekken om over te steken. Maar bij die tempel mag je toch niet komen? Wel als je wat offers wil brengen. Niet als toerist. Sowieso maar te bezichtigen mag je niet. Mijn kip. Kip. Mooi, hè? Helemaal. Dan gooi ik het allemaal nu bij. Dat is in principe dit kipgerecht. Weer zoals vorige keer. In één klap weggelegd. Je hebt een panggang. En nu de specia precies zit. Ja. Ik heb een mes hier. Dan doe ik de tomaatjes in kleine. Snijs. Even kleiner, dan gaat het wat sneller. Weet je wat ik zo grappig vind? Jij houdt je mes heel anders vast dan dat ik dat vasthoud. Dat is... Jij doet het van je weg. Ja. En ik doe dit. Dat deed mijn vader. Dat is het enige wat ik dus van hem niet heb overgenomen. Hè. Wat leuk is dat. Gevaarlijk voor jezelf als je naar je toe is. Ja. Dat is altijd... Ja. Maar het is mijn gewoonte. Gewoon met een afstand op de rug. Zo. Nee, dat je het zo goed oplet. Natuurlijk, maar is dit een Indonesische gewoonte? Doet iedereen dit of ben jij iedereen doet het op die manier, ja. Iedereen? Ja. Ik begrijp wel dat het heel vreemd eruit ziet voor jou. Ja. Dat het zo gesneden wordt. Ja, ik weet dat de Nederlanders inderdaad ook appelschillen naar je toe. Ja. Aardappelen ook. Ja. Wij doen juist het tegenovergestelde. De andere kant op. Het is natuurlijk ook veel logischer. Dat je het van je weg schuilt. Vind ik wel, ja. Maar even kijken, want volgens mij jouw Joeken Nanka is bijna klaar. Ja, ik geloof het wel. Oké. Okay. Dan doe ik nog het belangrijkste ook hebben. De limoensap of citroensap. Dan is het gerecht klaar. Zo. Ook leuk hoe je dat op deze manier doet. Ja, en dan heb je geen... Dan komen de pitjes neer, hè? Ja, en het zijn er een hele hoop, zie ik. Heel hoop. Weg mee. Dan ga ik even roeren, dan ga ik proeven. Zo. Ah. Lekker. Lekker? Ja. Moet je van jou ook even proeven? Perfect. Goed. Perfect. Het is echt heel belangrijk citroen. Dat alle ingrediënten... Ja. Bijgaan, de juiste smaak. Ja, natuurlijk, dat is ook de bedoeling. Nou, mijn kip is klaar. En Joeken Nanka is ook klaar. De nasi putih, de witrijs is ook klaar. Ja? En de ketupat is ook klaar. Dan hebben we weer gehad vandaag. Ja, gaat wel snel, hè? Het gaat heel snel. Heel snel. Gewoon net echt leuk te vinden. En we moeten nu weer. Ik vind het helemaal niet erg dat het snel gaat, want dan gaan wij zo meteen lekker smullen. Ja, dat dacht ik al. En u bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Sampai bertemu lagi. Oké? Permisi. Permisi. Zo. Wat mij nog eens wat van